Ja, terwijl Melvin ondertussen ook zijn waaiertje erbij had. Ik heb een blauwe. De echte meiden krijgen een roze en de jongens krijgen een blauwe. Heeft over nagedacht hoor. Heeft over nagedacht. Nee, ik heb er niet over nagedacht. Het is gewoon zo door de regie gedaan. Dus luister, ik kreeg er eentje en het maakt mij niet uit. Nee, jij kan alles hebben, Remy. Dat bedoel ik. Het is wel goed. Hey, jongens, we gaan het over de volgende partij hebben. Serkan Özcalian die tegen Jente Namadim gaat vechten. We hebben het al best wel veel over Serkan gehad. Ik wil het heel even over Jente hebben, Remy. Ja, Jente is eigenlijk een hele aardige jongen. Een hele lieve, rustige jongen. Heeft ervoor gezorgd dat Mori Kroma ging kickboksen, heeft hem meegenomen. Dus dat is een hele lieve jongen. Dat is precies wat ik van een kickbokser wil horen. Die tegen Serkan Özcalian gaat, die woest in die ring gaat. Die gaat dus tegen een hele lieve, zachte jongen vechten. Oh, je was nog niet klaar. Ik was hem aan het opbouwen. Oh, ja. Je moet rustig opbouwen. We hebben niet zo lang, hè? Toch niet? We hebben niet heel veel tijd, dus hou jou ook even je mond. Maar als je die jongen in de ring ziet, is het natuurlijk een complete vechter. Compleet te vechten. Dat heeft hij ook laten zien bij Infusion. En daarom is hij ook gewoon kampioen. Staat soms links voor, staat soms rechts voor. Hij is kampioen bij een andere bond, hè? Bij een andere bond, bij een andere organisatie. Hier moet hij gaan laten zien, want dan staat hij op het hoogste niveau. En hij moet meteen tegen een bikkelharde jongen. Een jongen met grote harde stoten, knietechnieken. Ja, hierna iets te weinig gebruikt. En ook zijn trappen. Ja, en dan is die Jente Namadinha. Die staat dus in zijn home crowd. Dat is ook wel een lekker voordeeltje, hè? Als je gewoon van het dorp hiernaast komt. Ja, heerlijk man. Alle support wat je bij je hebt, dat trekt je er gewoon doorheen. Ja, dus ik moet eerlijk zeggen, laten we maar gaan kijken naar hem, want hij staat er klaar voor. Ga jij ons weer sturen? Ja, helemaal goed. Nou, hij staat klaar volgens Melvin Monnet. Ja, en ook hier terug in de winning circle. Want zo voelen wij ons natuurlijk ook, Melvin. Ja, goeie partij van Serkan. Ik had ook het idee dat die rechter van hem het verschil aan het maken was. Ja, die was echt een verschil aan het maken. Boksend was Serkan gewoon sneller, had een beter oog. Echt, die rechts, die zat er telkens gewoon goed op. Ja, maar wat ik dan toch wel jammer vind dan, is dan weer die benen. Kijk, blijf. Oh, die zet er goed op, jongen. Hero moet je zien met een actie. Kijk, hij heeft wel power, hoor. Oh. Ja, hij slaat echt om. Hij slaat echt met bad intentions. Ja, het is terwijl onze modepop ook weer terug in de studio is. Heel goed. Met zijn roze waaiertje. Ja. Het is wel grappig, want we hadden het net over Nico Horta, die dus meer die duwstoten heeft. Hij heeft echt die power in die vuist zitten. Ja. Serkan heeft echt die snap in zijn, in zijn stoten. En dat moet je hebben om iemand knock-out te krijgen. En dat heeft hij gewoon en dat doet hij gewoon heel goed. En ik ben altijd wel heel kritisch, want ik vind dat Serkan goed gevolgd heeft vandaag tegen Namadim. Hij moet een winning zijn. Alleen de trap, hè? Ik zit alleen kijken. De trap. Wat zit er nou in je schoen? Hou je focus. Hou je focus. Moet je kijken. Meisjes, jongens. Nee. Meisjes, even luisteren. Hou je focus. Oké, dus hij moet meer trappen. Ja, hij moet meer zijn benen gebruiken. Dit was een uitgelezen moment om zijn benen te gebruiken tegen, in mijn ogen, een iets minder sterke tegenstander. Hier had hij moeten combineren. Bam, low kick, dan weer stoten. Je zou dan eigenlijk in een derde ronde, terwijl je weet deze partij heb je eigenlijk gewoon gewonnen, zou je hem wat meer eigenlijk misschien willen zien spelen? Van nou, ik ga die derde ronde oefenen. Laat ik zeggen, die ervaring opbouwen om die binnenkant low kick, snap je, te maken of die trap naar zijn lichaam te maken, want hij kan het wel. Maar dan kan je gewoon variëren en dat kan bij zulke wedstrijden. En hoe meer hij dat nu oppakt, hoe beter dat is als hij zo direct weer tegen een Donovan Wissen of tegen iemand anders staat. Want dan heb je dat gewoon nodig. Ja. Want dan red je het niet alleen met je handen. Nee, maar dan kom je tekort. Maar dan kom je gewoon flink tekort tegen jongens zoals net wat Melvin zegt, Donovan Wissen. Want die weten precies van, hij komt gewoon weer met zijn stoten. En hij heeft zijn trainer niet getraind of heeft niet de ervaring gepakt in dit soort wedstrijden. En dat vind ik wel zonde. Hier had Serkan toch even iets anders mee omgaan. Desondanks dat heeft hij gewoon geweldig gevochten. Ja, sowieso. En dit is gewoon voor hem nu goed, omdat hij natuurlijk die losing streak heeft, snap je? Dat hij dus nu even denkt, het zit er nog, ik ben er nog, weet je wel. Sorry, can I get a little bit of silence, please? Because I want to say something that's in my mind and that's in my heart. Every time when I open my social media and when I look, I see dying children. I see dying people. The only thing what I want to say is we are all humans. We have all the right to live in peace. So stop killing my brothers and sisters. Free. All right, let's hear it for your winner, Serkan Özcalian. Ja, Serkan die met een mooie boodschap afsluit eventjes.
Kijk hier ook mooi, Mike, die natuurlijk trots is op zijn pupil. Jullie vertelden al, we willen hem eigenlijk meer zijn trappen weer met zijn benen zien. Het is ook echt zo, hij kwam een paar keer ontzettend goed door met die rechterknie. Hij kan heel goed knieën. Ja. En, ja, maar hoeveel heeft hij gegeven? Ja, nou, ik denk 4, 5. Ja, oké, maar je ziet dus dat die jongen dus zo gefocust is op zijn handen. En op een gegeven moment als hij die knie maakt, zit hij er altijd op. Begrijp je wat ik bedoel? Dus dan moet je juist dat soort dingen meer gaan variëren. En als je dan ook nog je benen erbij hebt, dan heb je veel meer wapens waar je rekening mee moet houden. En dat heb je nu niet. En dan wordt hij een complete vechter. En met alle respect en hoe goed hij het ook vandaag heeft gedaan, hij is nog niet compleet. En ik hoop, en ik meen het echt serieus, want ik vind hem een geweldig gozer. Is een aardig gozer ook, kan goed kickboksen. Alleen hij moet het nog wel even in de ring laten zien, want hij gebruikt nu alleen te veel zijn armen. Er is dus nog wat te leren voor Serkan Özcalian, maar hij wel weer in de winning streak. Serkan, gefeliciteerd. Vintage Serkan op de touwen. Handen omhoog. Hoe blij ben jij na deze overwinning? Want, Ik ben onwijs blij. Ik moet mijn emoties in bedwang houden, want dat betekent heel veel voor mij. Ik weet dat het veel betekent, ook voor de mensen, maar voor mij was het echt een alles of niets wedstrijd. Je hebt natuurlijk een nederlaag achter de rug en je wilt jezelf weer bewijzen. En al klinkt het hard, al zegt iedereen tegen mij, laat het voor de mensen. Maar dit zijn de mensen die dit willen zien. Je hoort het publiek schreeuwen op het moment dat ik in die touw spring. Dit is ook voor de mensen. Vecht voor mezelf, maar ook voor iedereen die mij support. En iets wat ik eraan wil toevoegen, ik ben blij met iedereen die in mij blijft geloven. Ook mijn sponsor, bijna thuis, Brasserie. Die jongens blijven in mij geloven. Die waren erbij weer. Meteen toen deze partij werd aangekondigd. Al mijn support, iedereen die hier is voor mij. Ik ben jullie allemaal dankbaar. Ook achter de televisie. Ik hou van jullie allemaal. Kijk, dat horen we graag. Ik hoorde ook de mannen aan de tafel bij ons zeggen. Remy en Melvin. Serkan is fantastische vechter. Mooie bokswedstrijd. Maar waar blijven die benen? Ik moet hier heel eerlijk zeggen. Ik heb een zware blessure opgelopen in mijn benen. Al had ik die blessure niet gehad. Je weet dat ik een moeilijke trapper ben. Ik ben een bokser. Maar het plan was wel om veel te trappen. Sorry. Alleen, ik kon niet heel goed trappen. Maar ik heb wel een paar knieën er doorheen gegooid. En die zaten er goed op. Die zaten goed op zijn vorm. Dus ik ben blij. Ik ben blij met het resultaat. Voor mij was het gewoon belangrijk om te winnen. De knockout, daar wacht iedereen op. Maar het, zoals ik al zei in de ring. Ik denk 3 rondes keihard geraakt worden door mij. Is erger dan knockout vallen. Dus het is een sterke jongen. En ik ben blij met de overwinning. En de trappen die komen zeker. Gefeliciteerd, je hebt het verdiend. Je hebt het verdiend. Geniet ervan. Dankjewel. Dankjewel iedereen. Ja, geëmotioneerde, blije Serkan Özcalian. Jij wilt toch nog heel eventjes inspringen? Ik begrijp wat hij zegt. Alleen hij is bezig met alleen deze wedstrijd. En dat begrijp ik ook wel. Alleen wij denken iets verder dan dat. Wij denken alweer aan de Donovan Wissen. Wij denken alweer aan de andere wedstrijd die voor hem gaan komen. En daarom geven wij iets wat kritiek erop. Maar desondanks kunnen we gewoon nog wel nog vechten. Dat mag ook, hè? Je mag voor mij best kritisch zijn. Ja, ik ben me aan het verontschuldigen. Nee. Ik denk al. Ik probeer alleen maar uit te leggen van, we denken gewoon iets verder. Gebruik deze wedstrijd juist om die ervaring van trappen te gebruiken. Nu geeft hij aan dat hij een zware blessure heeft. Maar ja, je hebt nog knieën. Je kan die knieën gebruiken. Nu heeft hij ze 5, 6 keer gebruikt, die knieën. Had ze 20 of 30 keer gebruikt.